Ik heb ingebroken in de server van deze noob. En de noob weet niet dat ik gewoon naar creative mode kan switchen. En hier ga ik gebruik van maken. Ik ga namelijk 5 verschillende pranks voorbereiden. En jij moet nu even de video liken, want anders gaat de prank mislukken. De eerste prank die ik ga doen, die is heel simpel. Alleen de noob die trapt er 100% in. De prank ga ik namelijk doen bij het huis van de noob. Alleen ik moet wel een beetje opschieten, want op dit moment is de noob niet online. En die kan elk moment online komen, dus ik moet heel snel zijn. Voor de prank hebben wij gravel nodig. We hebben TNT nodig. We hebben lava nodig. En we hebben een pressure plate nodig. En weet je wat, aangezien ik toch wel lief ben, ik ga voor de noob meteen even 2 deuren in zijn huis zetten. Zo, alsjeblieft noob. Want de bedoeling is dat de noob in zijn huis spant en dat hij naar buiten loopt. En dan gaat er wat heel leuks gebeuren. Ik ga hier namelijk even 2 hele diepe gaten graven, maar dan ook echt heel erg diep. En hieronder zet ik gewoon 2 keer lava neer. Vervolgens plaats ik hier TNT. Daar doe ik gravel overheen en dan zet ik 2 pressure plates neer. En weet je wat? Ik ga de prank gewoon meteen even proberen. Oh, de noob komt erin. Ik heb geen tijd om de prank te testen. Ik ga hier gewoon in de boom zitten. De noob heeft het sowieso niet door. En nu is het een kwestie van wachten tot de noob naar buiten komt. En hopelijk gaat de prank lukken. Volgens mij is de noob op dit moment naar de deur aan het lopen. En wat ben je aan het doen? Waarom ben je letterlijk, noob? Oh mijn god. De noob is letterlijk de deur aan het slopen. Maar ja, de noob is dood. De eerste prank is gelukt. Kijk dan hoe geniaal. Daar is de noob net gewoon ingevallen. Alleen deze prank is echt nog niks vergeleken met de laatste prank. Voor de tweede prank heb ik al een aantal voorbereidingen gedaan. Hier voor mijn neus zie je namelijk een farm. Alleen het is niet zomaar een farm. Of nou ja, het is nu wel normaal een farm. Alleen hier is nog één blokje waar dus nog niks kan groeien. En dat is ook de bedoeling. En we gaan in de chest gaan we een hoos stoppen. Nou, wat we dan vervolgens moeten doen, we moeten hier eventjes naar beneden graven. Het water moet even weg. Dat is niet de bedoeling. Zo. En wij pakken even een observer erbij. En die zetten wij op deze manier neer. Het enige wat we dan nog moeten doen is hier beneden gewoon een hele gang maken. En dit gaan we helemaal vol zetten met TNT, zodat het helemaal gaat ontploffen. Nou, ik denk dat dit wel eventjes genoeg TNT is. Wij gaan hier weer even omhoog. Zo. Dan pakken wij even de hoos. En dan pakken we even de hoe erbij. En als ik nu met de hoe dit stukje dus even ga maken, zodat ik er ook wat kan planten. Zoals hoe ik het nu hier doe. Hier kan het wel. Maar als je dat hier doet, ontploft de hele farm. Alleen één probleempje. Ik heb er wel een stukje van zijn huis gebouwd. En de noob moet natuurlijk wel dit farmpje vinden. Dus wij pakken even heel veel wiet erbij. En ik ga letterlijk gewoon een spoor maken van wiet. En ik ben heel erg benieuwd of de noob dan dat spoor gaat volgen. Hier komen we uiteindelijk uit voor het huis van de noob. En ik moet wel voorzichtig zijn, want de noob zag mij letterlijk. De noob is gewoon thuis en wil je niet achter me aanlopen en wegwezen, jij schaap. Ik pak nog even een sign erbij op deze manier. En noob, niet naar mij kijken. Wat is de noob doen? De noob zit in de chest. Dat scheelt. Dit gaan we even weghalen. En we zetten hier gewoon een bordje neer met gratis farm. En dan doen we pijltjes naar rechts, want de noob moet namelijk naar rechts lopen voor de gratis farm. En nu ga ik even de zorgen dat ik me hier bij de farm ergens kan verstoppen. En dan is de kwestie van wachten tot de noob eraan komt. Ik zit op dit moment verstopt in een boom. En volgens mij... ik zie de noob daar gewoon letterlijk naar de farm toe lopen. Dit is geniaal. Noob, wat ga je allemaal doen? De noob die snapt er letterlijk helemaal niks van. Want de noob denkt dat hij alleen in deze server zit. Noob, de noob opent het kistje. Alsjeblieft, noob, zeg maar dat je de hoe hebt. De noob heeft gewoon die hoe in zijn handen. Hij kijkt naar een blokje. Noob, kom op. Doe het. Maar werkt het? Volgens mij heeft hij het gedaan. Maar werkt het ook? Mijn prank is gelukt. Let's go. De noob is niet dood. Waarom is de noob niet dood? De noob snapt er echt helemaal niks van. Maar terwijl de noob het uitvogelen is wat daar allemaal is gebeurd, kan ik heel goed de derde prank voorbereiden. Voor de derde prank heb ik even obsidian nodig, want ik moet een nether portal gaan maken. En die nether portal die ga ik hier maken recht voor het huis van de noob, zodat de noob 100% daarna binnen gaat. Eens even kijken. We steken hem meteen aan. En we plaatsen ook meteen even een bordje op de netherportal. En dan schrijven we op gratis dirt. Want de noob die houdt heel veel van dirt namelijk. En dan gaat de noob 100% een netherportal binnen. Alleen daar gaan we hem keihard trollen. Of je nou heel blij bent met deze spawn, dat weet ik niet.
Maar wat ik nu wil gaan doen, ik ga hier gewoon even een heel mooi huisje bouwen. En in dat huisje staat een verrassing voor de noob. Alleen eerst moet ik nog het huisje gaan bouwen. Oké, wij pakken even wat oakhout erbij. Natuurlijk ook even wat ramen erbij. En even wat slabs voor het dak. Het huisje gaat echt heel erg makkelijk worden. Oké, hier hebben we even die pilaren voor het huisje. Zo. Natuurlijk moeten we ook ruimte hebben voor een mooi deurtje en de ramen. Dus kijk, zo, hier komen de ramen. En dit is echt het makkelijkste huis wat je ooit in je hele leven hebt gezien. Maar hey, er gaat wat leuks gebeuren met dit huis, dus wacht maar. Oké, natuurlijk ook even een mooie vloer erin. En niet te vergeten, een hele mooie deur. Zo, oké, en dan even een plafond afmaken met de slabs. En dan is het huisje af. En, het huisje is echt heel erg lelijk. Oké, maar dan ga ik hier een sign neerzetten. Slaap voor gratis dirt. En het leuke is, in de Nether kan je niet slapen. Dus als ik hier gewoon even een bed neerzet en dan doe ik een rood bed. Ik weet niet of dat slim is. We gaan de noepen dan wel intrappen. Ik denk het wel. Oké, we zetten het bed, zetten we hier gewoon neer. We zetten twee bedden neer. Auw! Oké, dit was niet de bedoeling. Maar nu weten jullie wel wat er gebeurt als je gaat slapen in de Nether. Alleen nu moet de noep dat even doen in plaats van ik. Oké, het huisje is weer helemaal klaar. Alleen nu moet ik weer een verstopplek gaan zoeken. En dan is het gewoon weer een kwestie van wachten tot de noep naar binnen komt. Oké, ik denk dat ik me gewoon hier ga verstoppen. En ik denk niet dat de noep doorheeft dat ik straks hier sta. Oh, nee. Het huisje staat in de fik. Oh, nee. Dit is niet de bedoeling. Nee, mijn hele prank gaat helemaal fout. Waarom heb ik dit nou weer? Oké, ik ben echt al een paar minuten aan het wachten op de noep. En de noep zegt opeens, huh? Dus ik denk dat de noep doorheeft dat er een netherportal van zijn deur staat. En die wil natuurlijk die gratis dirt hebben. Oké, maar komt de noep ook? Ja. Letterlijk hier voor mijn neus loopt de noep. Oké, de noep kijkt naar het huisje. Noep, het enige wat je moet doen is in dit bed slapen. Alsjeblieft, doe het. De noep leest nu het bordje. Volgens mij is de noep letterlijk aan het twijfelen. Oké, noep, alsjeblieft, ga slapen. Ja! Oké, het is gelukt. Alleen, nee, de noep is niet dood. Oké, maar de noep snapt er letterlijk weer helemaal niks van. De noep wordt helemaal gek, volgens mij. Voor de vierde prank heb ik bedrock nodig. En natuurlijk kan het in creative. Dus even kijken. Hier hebben we bedrock, een hele stack. En ik moet even uitkijken dat de noep mij niet ziet. Want ik moet namelijk bij zijn spawnpoint komen. Oké, de noep is daar bezig. Ik doe de deur open. Hopelijk heeft de noep dit niet gehoord. Oké, de noep is nog steeds bezig. Let's go. Als het goed is, is hier boven het bed van de noep. Ja. En wat ik wil gaan doen, ik wil het even helemaal volgebouwen met bedrock. Zodat als de noep hier spant, dat hij gewoon nooit meer naar buiten kan komen. Oké, dit is echt geniaal. Ja. Zo, hij zit helemaal op slot. Alleen één probleempje. De noep moet natuurlijk wel dan doodgaan. Eens even kijken. Hoe ga ik dat doen? Ik denk dat ik wel een leuk idee heb. Ik ga even naar creative. En ik heb hier heel veel zombies. En ik ga al die zombies ga ik gewoon hier spannen. En hopelijk gaan die dan nu de noob aanvallen. Oh mijn god. De noob probeert gewoon de zombies te killen met de honing net hem gegeven. En de noob die is dood. Oké, en als het goed is, zit de noob hier nu vast. Er staat ook gewoon nog een zombie. De noob zit gewoon letterlijk vast in een bedrock. Huh, mijn game is kapot. Nee noob, je game is niet kapot. Ik heb je gewoon letterlijk keihard geprankt. En de noob is offline. Wat? Oké, waarschijnlijk gaat deze game opnieuw opstarten. Maar dit komt perfect uit. Want dan heb ik namelijk tijd om de allerlaatste prank te doen. En die is echt heel erg vet. Ik ga namelijk dit hele huis van de noob van glas maken. En laten wij maar even gaan beginnen bij deze muur. Ik vind dit wel een hele mooie muur om eens even glas te gaan maken. Want dan heeft de noob letterlijk gewoon een onzichtbaar huis. Oké, eens even kijken. Hier stoppen we even wat glas. En dan natuurlijk hier ook. En die kleine zombie die is heel erg gek aan doen. Zombie, ga even weg. Jullie zijn niet meer nodig, oké? En hoppakee. De eerste muur die is van glas. Alleen, ik moet het hele huis van glas gaan maken. Dus hier ben ik waarschijnlijk wel even mee bezig. En we zijn klaar. Zoals je kan zien is het hele huis van glas. En nu is het een kwestie verwachten tot de noob weer online komt. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij hierop gaat reageren. Alleen, ik ga de noob wel even een beetje helpen. Want er staan nog heel veel zombies. En die ga ik wel even killen. Dus baby zombie, ga jij eens even weg. En jij ook. Hey. Kom eens hier. Jij moet dood. Zo, dankjewel. Oké, ik zit verstopt op de fontein. En ik heb hier perfect zicht op de spawnpoint van de noob. Oh. En precies terwijl ik dat zeg, komt de noob online. Alleen, noob. De noob snapt er letterlijk helemaal niks van. Dit is echt heel erg leuk. Wie heeft dit gedaan, zegt de noob. Ik niet. Ik pak je wel. Nee, noob, jij gaat mij zeker niet pakken. Oké, ik ga heel gauw offline. Dit was de video. Klik even op een van deze andere twee video's, want die wil je zeker niet missen. En abonneer even op mijn kanaal.